alvast begonnen met een stukje. En in dit stukje ga ik laten zien hoe dat ik mijn toeren start en sluit wanneer ik motieven haak van twee stokjes samengehaakt met daartussen één losse. Dus dit is de goede kant van mijn werk. De volgende toer gaat aan de verkeerde kant zijn. Dus ik heb deze toer net gesloten en ik ga nu laten zien hoe dat we de nieuwe starten. Dus nu moeten we eerst ons werk draaien naar de verkeerde kant, waarbij mijn garen dus aan de achterkant blijft. Dus hier is mijn naad. En dit is het eerste motief, dus de eerste één losse ruimte waar ik mijn volgende motief in ga werken. Dus zonder dat ik een keer losse haak, haak ik nu dus gewoon verder in deze één losse ruimte, waarbij ik één vaste maak. En hierbovenop haak ik nog één losse. En dan ga ik nog een stokje haken. En deze twee samen vormen eigenlijk het eerste deel van het motief. Dus nu haak ik één losse en dan twee stokjes samen. En dit is dan mijn eerste motief van de nieuwe toer. Dus nu ga ik verder met mijn volgende motieven, en die allemaal in deze één losse ruimte gehaakt worden. Zo, twee stokjes samen, één losse en dan nog een keer twee stokjes samen. Dus nu ga ik verder op deze manier tot ik terug ben bij het begin. Tot zo. Dus nu ben ik eigenlijk weer terug bij het begin. Dus dit is mijn laatste motief die ik gehaakt heb. Dus twee stokjes samen, één losse, twee stokjes samen. En nu gaan we de toer dus sluiten. En dat doe ik eigenlijk in het eerste stokje dat ik gehaakt heb. Dus dat was de vaste met de losse bovenop en dit is het stokje. Dus nu ga ik eigenlijk precies in de top van dat stokje mijn haaknaald insteken. En dan maak ik eigenlijk een halve vaste die ik ook strak trek. En dan is eigenlijk deze toer klaar. En nu kunnen wij verder gaan weer aan de goede kant van het werk, door weer te draaien zonder keerlossen. En gaan we weer verder in het eerste motief, dus in de eerste één losse ruimte. Dus daar haken we weer een vaste met één losse en een stokje. Één losse en twee stokjes samen. En dat vormt dan weer het eerste motief van de nieuwe toer. Dus ik ga gewoon op deze manier verder. En dan krijg je eigenlijk een hele mooie naad die bijna niet zichtbaar is. Maar je kunt ook heel leuk hier een kleurverandering mee doen. Dus dat ga ik in het tweede gedeelte laten zien. Maar eerst wilde ik nog even de naad laten zien in mijn Fern Forest cardigan. Dus dit is de mouw van mijn vest. En hier zit de naad, dus je ziet het een heel klein beetje als je goed kijkt, dat het er net ietsje anders uitziet, maar als ik het zo neerleg, dan zie je eigenlijk bijna geen verschil en een hele mooie onzichtbare naad. Nu het tweede gedeelte. Dus nu ga ik laten zien hoe dat je een kleurverandering doet
en hoe je hierbij dus je toeren sluit en weer start. Deze toer heb ik aan de verkeerde kant gehaakt. Zoals je hier ziet, zie je de kleurveranderingen. Aangezien dit de verkeerde kant is, ga ik ook mijn toer sluiten, maar net op een iets andere manier, maar wel nog steeds in het eerste stokje. Dus dat is de vaste met de 1 losse en dat is dus weer mijn eerste stokje. Maar nu ga ik eerst zorgen dat mijn garen aan de verkeerde kant blijft. Dus aan de verkeerde kant van het werk. En nu ga ik niet van voor naar achter insteken, maar van achter naar voor. Dan pak ik nu mijn groene garen nog steeds erbij. En maak ik de halve vaste waarmee ik mijn toer ga sluiten. En deze trek ik dus strak. Zo. En nu ga ik van kleur wisselen. Dus nu pak ik mijn roze garen erbij, want dit wordt de volgende toer. En die wordt aan de goede kant gehaakt, maar ik ga nu eerst mijn van kleur wisselen. Dus ik haal hem door de groene lus heen en nu ga ik de groene lus ga ik strak trekken. Zo. En dan ga ik de roze net even iets kleiner maken. En zorg daarbij dus dat er voldoende rek zit, dat je dit dus niet te strak haakt. Dus nu gaan we weer ons werk keren naar de goede kant, zonder keerlossen. En zoals je al een beetje kunt zien, krijg je al een hele mooie kleurverandering. Dus mijn volgende toer start dus weer met die vaste met 1 losse in de 1 losse ruimte van het motief. En dan een stokje, 1 losse en 2 stokjes samen. Dus dat is weer het eerste motief van de volgende toer. Zie je tot het einde. Dus nu ben ik weer terug bij het begin en gaan we de toer sluiten. En ook deze sluiten we weer in het eerste stokje en deze sluiten we eigenlijk gewoon op de normale manier. Waarbij ik gewoon van voor naar achter insteek en een halve vaste maak en deze strak trek. En nu ga ik eerst eventjes mijn werk keren zodat je het beter kunt zien ook. Maar hierbij moet ik de draadjes even goed leggen. Want ik wil dat mijn groene draad links van mij ligt en mijn roze draad rechts. Dus normaal kun je die kleurwisseling ook doen zonder te keren. Maar op deze manier zie je het beter. Dus groen is links en roze ligt rechts. En nu gaan we van kleur veranderen. Dus ik pak mijn groene draad weer op. Die haal ik door de roze lus heen. Nu ga ik de roze lus strak trekken. En de groene trek ik ook weer iets strakker. En nu zijn we eigenlijk weer klaar voor de volgende toer. Waarbij we dus weer de vaste met 1 losse haken. Het stokje. 1 losse en 2 stokjes samen. En dit is dan dus weer de eerste motief van de volgende toer aan de verkeerde kant van mijn werk. Dus zo ziet het eruit als je netjes de kleurwisseling doet aan de verkeerde kant. En dit is dan de goede kant. Dus ja, je ziet eigenlijk een hele mooie kleurwisseling. Zonder dat je de naad echt heel duidelijk ziet. Dus ik hoop dat ik op deze manier duidelijk heb kunnen laten zien hoe je van kleur wisselt en hoe je deze toeren mooi start en sluit met een onzichtbare naad. Bedankt voor het kijken!